Peace. Ik ben eigenaar van het bedrijf Zij. In dat bedrijf daar ben ik de directeur van. Staat mooi op mijn kaartje, daar ben ik trots op. En wat ik daar eigenlijk binnen doe, is bouwen aan merken. En merken die eigenlijk graag willen doorgroeien naar de next level. Het zijn bedrijven die zich vaak richten op lifestyle, entertainment, media, met name op jongeren. En ik heb veel kennis over jongeren lifestyle en hoe jongeren bereikt moeten worden. En die kennis die voeg ik toe aan die bedrijven. Daarvoor word ik ingehuurd. Er zijn wel wat dingen die nog uit moeten komen. Deze bijvoorbeeld, die komt in januari, Jordan 6. Ja. En die komt in december. En die 11, die schoen was in 2008, de Complex Magazine. Daarnaast investeer ik ook in eigen merken. En eigen merken die we vanaf de grond af aan opbouwen, waarvan ik denk van, dat zou wel eens wat kunnen zijn. En dat zijn vooral ook lifestyle en entertainment gerelateerde merken. Je draagt ze niet gewoon. Cool man. Hey, en het is jouw zaak, dit? Ja. Want wat je het beste dan kan afspreken is dat we gewoon een... Als jullie bijvoorbeeld nieuws hebben, dat je me dat gewoon één op één doorzet. Ik maak die vertaling door eigenlijk met de jongeren te gaan zitten. Dat heeft een heel moderne term, co-creatie. Dat is waar ik ook heel erg in geloof. Als je open staat voor kennis van anderen, dan ja, kan je daar heel veel meer uithalen dan je denkt. En iedereen die heeft kennis die van toegevoegde waarde is. En als je allemaal een beetje van elkaar plukt en leert, dan kom je tot hele mooie inzichten. En dat is wat ik bij jongeren ook doe. En door met ze te zitten en te luisteren wat er nou echt toe doet voor die jongeren. En gaat vaak verder dan een toffe iPod of een mooie auto hebben. Als je doorvraagt, dan blijkt dat er hele mooie dingen achter zitten. En dat vind ik fascinerend. Ja. Want er zijn veel blogs, man. Nu ik met Timo zijn blog zit, weet je, en ik wil doorlinken, dan kom ik er een beetje op uit, weet je. Ik ging stuk omdat... Heb je dat Skippy-filmpje gezien van die New Balance? Oké. Is goed hoor, als dat de manier wordt. Maar ik weet niet of die echt een viral wordt, weet je. Dat die echt doorzet. Omdat heel veel mensen kennen Skippy niet. Ja, de generatie tegenwoordig kent het. Maar kom op man, als je Skippy niet kent, dan heb je ja, ik ken het. Jan Boys tegenwoordig. Ja, true that. Kennen jullie Skippy? Skippy. Ken je Skippy? Ja. Skippy broer. Ja, Skippy. Ja. Skippy. Niet pindakaas, hè? Nee. Zo. Nee, maar wat is het dan? Ken Skippy niet? Ja, nee, maar ik wil even dubbel check. Ja, tuurlijk wel man. Wat is het fluitje? Ik kan niet fluiten. Je bent zo moeilijk. Maar hij heeft niet gezegd. Too hard to sit still. Things are so passionate, times are so real. Sometimes I try to chill, mellow down, blow a smoke. A smile on my face, but it's really no joke. You feel it in the street that people breathe without. Het mooie van mijn beroep is dat vrije tijd en werk is echt met elkaar vervlochten. En dat vind ik. Ik zeg altijd, ik heb een jobby. Een jobby is voor mij een combinatie tussen een job en een hobby. En ik noem dat een jobby. En het mooie daarvan is dat je eigenlijk alles wat je leuk vindt met elkaar kan vervlechten. Ik geniet echt van mijn bedrijf. Ik vind het echt fantastisch wat ik doe. En de merken en de klanten met wie ik bezig ben vind ik ook echt geweldig. Het is niet dat ik het zie als geld. Ik vind het ook echt leuk om eraan te werken. En ik heb zoiets van, oh lekker, gaan we lekker aan beginnen. En nou, wat ik meestal doe is ook gewoon op straat gaan lopen en kijken wat er gebeurt. Winkeletalages, reclamecampagnes op billboards. Maar ook met, zoals we dat dan zeggen, de movers en shakers praten. En dat zijn mensen die in sneakerwinkels werken, kledingwinkels of met iemand van een bloemenkraam, wat er is gebeurd. En dan gaat het niet om de laatste roddels, maar juist om ja, wat gaat in hun hoofd om. En daar leer je heel veel van. Wel leuk man, zo relaxed. Een beetje steun gehad van Rotterdam of niet? Van de gemeente, ik heb heel veel, dit is de eerste keer dat ik echt heel veel met de gemeente heb gedaan eigenlijk. Ja, dope, ja man. Dat is echt, dat is tof. Dat is echt dope. Beveiliging en zo. Ja, want hebben we hier een winkeliersvereniging of iets? Ja, ja, ja. Hier zo die, al die winkels staan aan de overkant. Ja. En deze café zit er ook een paar bij. Absolutely. Flaco, crushing, I'm crushing, my fresh, just get fresher. Diamonds in production, glow greater than the pressure. None turn. Dat je huisstijlkleuren erin gedaan is, hè? Weet je. Ja, tof hè? Een van mijn klanten, eigenlijk eigen merken, is een jonge danser uit Rotterdam. En die kwam ik tegen in 2007 en die zei van mijn droom is om bij de beste dansers ter wereld te horen. En toen zei ik van oké, wat wil je daarvoor doen? Hij zei, ja, ik weet het niet, ik heb hulp nodig. Toen zei ik, kan ik je daarbij helpen? Hij zei, ja graag. En hoe ga je dat dan doen, zei hij tegen me. Toen zei ik van, ja weet ik niet, maar we gaan er gewoon voor. En toen zijn we eigenlijk gaan filosoferen over wat we allemaal konden doen. En zijn doel was Amerika.
Die jongen die zei tegen mij van, ik wil meegaan doen met een populair televisieprogramma, So You Think You Can Dance. En het programma was immens populair, mede door een auditie die de jongen deed. En de jongen heet Timor, is eigenlijk in korte tijd heeft hij de wereld veroverd. We zijn in januari naar Amerika vertrokken met z'n tweeën. Op de momenten dat hij vrij had, zijn we gaan netwerken. En binnen 3 dagen zaten we in één keer bij de choreograaf van Justin Timberlake thuis. Wat er gebeurde eigenlijk was dat we ontdekten dat we vooral authentiek moesten blijven. Gewoon onszelf. En heel Amerikaans is om lekker te bluffen en wat overdreven neer te zetten. En wij waren echte Europeanen, Rotterdammers. En ik kan me goed herinneren dat we daar zaten. En er was nog een danser bij, uit, ook van het programma, Giannini. Een, ik geloof, Kaapverdiaanse jongen. En we zaten daar. Ik ben half Marokkaans. Tibor die heeft de Marokkaans, Duits en Indiaanse nationaliteit. En wij zaten vertellen dat we uit Rotterdam kwamen. En ik zag die mensen echt zo kijken van, maar hoe zien die mensen daar dan uit? Toen moesten we uitleggen dat meer dan de helft van de Rotterdammers een andere oorsprong heeft. En dat vonden ze hartstikke leuk. En ook vooral dat wij die cultuur daar gewoon zo konden uitleggen. En de Amerikanen hebben niet zo'n hele rijke geschiedenis. En die vonden het best wel interessant om te horen. Toen we in Nederland waren, kreeg ik een belletje. Wil Timor de auditie doen voor Michael Jackson? Nou, ik heb niet eens overleg met hem. Ik zei gewoon, ja, gaat hij doen? En in één keer hadden we daar een Schiedammer, Rotterdammer, die gewoon bij Michael Jackson auditie stond te doen. En werd aangenomen. En hij werd de enige Europeaan die in de This Is It Tour zat. En dat hebben we in een half jaar tijd bereikt. En ja, als ik het nu zo vertel, denk dat klinkt het allemaal een beetje blasé, maar het is voor ons ook fantastisch. En dat is eigenlijk iets wat voor mij illustreert dat alles mogelijk is als je het maar wil. En de jongen die wilde eerst elektromonteur worden, kapper of in het leger. En hij staat nu op de rode loper in L.A. Dus de American Dream in Rotterdam. Dit is wat we moeten hebben. Het moet veel meer je eigen belevenis zijn, weet je. En kijk, dit is wel dope. Gewoon die bril komt gewoon bam, hard naar voren, weet je. Kijk, dit is wat bezoekers willen zien, wat jij meemaakt. Omdat uiteindelijk kom jij die shit in L.A. tegen, weet je. Kijk. Tof, hè? Ja, kijk, het is gewoon Rotterdam, weet je. Ten voeten uit. Stof, hè? Dat is ook. Erasmus op de achterkant. Dit moeten we in Amerika laten zien, weet je. Ja. Ik bedoel, waar we het vanochtend over hadden, bij de kappen, weet je. Het is vaag dat je moet zeggen van Nederland, ja, Amsterdam. Amsterdam, altijd, ja. We moeten gewoon over Rotterdam praten, weet je. Ik heb altijd het gevoel dat ik thuis kom als ik in Rotterdam kom. Als ik de flyovers afkom bij de Brine Noord of vanuit Delft, zie ik die stad opdoemen. Maar ook als ik uit Amerika kom en ik heb het geluk dat ik over Rotterdam vlieg, dan merk ik dat ik telkens weer met mijn gezicht zo tegen het raam zit en denk van, oh, Rotterdam, hè? Ik kan Rotterdam zien, alsof ik die stad nooit heb gezien. Maar toch dat trotse gevoel en dan even Rotterdam vanuit de lucht zien, foto's maken. Als ik ook in mijn computer kijk, neem ik allemaal foto's vanuit de lucht van Rotterdam, alsof het iedere keer weer anders is. Maar dat trotse gevoel van thuiskomen, dat voelt echt wel weer prettig. En ja, dat is echt het Rotterdam gevoel voor mij. I don't understand it. On another planet, 15 man of this stuff, how I'm gonna manage. And increasing the sentiment, gentlemen, getting down on their Middle Eastern instruments. Ik heb een Marokkaanse vader en een Nederlandse moeder. Dat is een prachtige combinatie. Hoogblonde moeder en een donkere Marokkaanse vader. De band die ik heb met mijn vader is, ja, het is een aparte band. We wonen vlakbij elkaar, alleen ja, komt het wel eens voor dat we elkaar zomaar een week niet zien of spreken. En om dat contact toch een beetje goed te houden, in ieder geval qua fysiek contact, hebben we een aantal jaar geleden besloten om seizoenskaarten te nemen voor Feyenoord. En we gaan al, ik denk al 10 jaar nu samen naar de Kuip. En mijn vader is niet echt een voetbalfan. En we zitten daar meer te praten en te kletsen met mijn vrienden en elkaar te dollen. Dan dat we echt altijd helemaal op de wedstrijd gefocust zijn. Ik bedoel, ik ben een voetbalfanaat, begrijp me niet verkeerd. Maar dat is ons moment samen. En je bent gegarandeerd dat je om de 2 weken elkaar ziet. En het is fijn dat het goed doet, nog vaker. Want dan heb je ook nog Europa Cup wedstrijden erbij. Maar dat is ons moment echt samen. En daaromheen uiteraard spreken we af, gaan we vaak met elkaar eten of wat dan ook. Maar Feyenoord is echt ons ding. En dat is gewoon grappig. Dan zitten we daar dan. En ik denk ook dat we wel een markant stel zijn. We komen altijd met z'n tweeën aan. En dan heb ik met mijn vrienden zitten we op een rijtje. En dat is echt ons moment. Ja hoor, kom maar. Eigenlijk 2 jaar geleden ben ik pas voor het eerst naar Marokko gegaan met mijn vader. Dat was fantastisch. En heel raar ook om de Marokkaanse cultuur op zo'n manier te leren kennen.
raar in de zin van dat het zo mooi is. En het wordt hier heel erg gestigmatiseerd. Die hele kleine groep die het verpest, die wordt als rolmodel bijna gebruikt voor de Marokkaan hier. Terwijl ik denk van, er zijn fantastische Marokkanen die een veel beter rolmodel zijn. Actie. Het was mooi, moeilijk, maar tegelijkertijd heb ik daar ook wel echt weer het gevoel gekregen van, ik ben ook wel echt Marokkaans. En het moeilijke is dat je in Nederland, je hebt eenmaal een kleurtje, je hebt een andere naam. Ja, dan zal het niet zo zijn dat ze bij mij beginnen over boerenkool met spek. He, ze zullen altijd beginnen over, wat vind je nou van 11 september? En wat vind je nou van de politiek? Het is altijd een lading van contradicties. En niet een praten over je cultuur in de mooie zin. Wat ik dan doe is eigenlijk vooral laten zien dat het ook anders kan. Ik zou ook nooit meedoen aan een verkiezing voor de tofste Marokkaan of de beste allochtoon. Want ik vind juist dat je helemaal niet moet onderscheiden. Je bent of goed of je bent slecht. En het maakt niet uit of je man, vrouw, homo of wat dan ook bent. Je bent gewoon wie je bent. Dus ik wil alleen maar positiviteit uitstralen. Dat is eigenlijk wat ik eraan kan doen. Stop,